Kijkers van Toestel met Games, welkom wederom bij een nieuwe Minecraft dag. Ik doe het maar even heel erg corny, Minecraft dag, want ja, zo heet de serie eerder ook toen ik gewoon alleen een survival server had, waar ik doorheen ging durpen. Ik neem deze video op nog voordat ik eigenlijk naar de reactie heb gekeken op de andere. Dus ik hoop dat jullie het een beetje snappen waarom ik zo weinig community craft doe. En vandaag gaan we gewoon weer lekker op de 3DG server een paar leuke dingen doen. Heb je nou zoiets van, de 3DG server, wat is dat? Dat is play.davidgames.nl. Super tof. Wil jij bijvoorbeeld zoals deze jongeman, Tristan, of zoals deze Dragonblaze, ook anders typen? Dus dat je je kleurtje hebt of een dingetje ervoor. Dat kun je halen op www.davidgames.nl. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Dit is geen reclame. Nee, nee. Trouwens, dit zijn een nieuwe ranks. Dat is wel vet op zich. We gaan een aantal dingen doen. Ik denk dat ik ga beginnen vandaag met... Even kijken. Wie wil er een potje survival games doen? Even kijken. Wie er survival games wil spelen? Hoppakee. We gaan er naartoe. Oh. Oh, het is al... Jezus, die mensen zijn sneller dan ik ben. Ga weg met je blaze. Nee. Oké. Zet even alle spelers uit. Behalve Matthias Pet schijnbaar. Dat kan allemaal. En wij gaan vandaag naar... Game 9. En bam, ik zit erin. Oké, moet even laden, denk ik. Ik ben hier heel erg bad in. Ik ben wel eens een keer derde geworden. Maar dat kwam volgens mij omdat niemand mij dood wil maken. Zo, oh, dan moet ik nog gauw kiezen. Klik, ik ben de... Ja, ik ben de ninja. Sowieso dat ik een ninja ben, toch? Je weet toch? Oké, dit is een... Oké, dit is een hele fijne sheet. Rennen, dames en heren. Beter gaat niet iedereen achter me aan. Want dan... Niet volgen. Toch doen ze het. Yep. Jongens... Betekent waarschijnlijk dat ik ook geen hout kan pakken hier. Want dan gaan mensen... Wow! Ja, nee. Ik heb hem. Ga weg, ga weg. Jongens, please. Ze willen me helpen, dat snap ik, maar... Het werkt zeg maar niet. Ah! Oh mijn god, ze volgen me niet meer. Oké, awesome. Oké, dat komt goed. Oh, wat heb ik een lag? Wat is dit, joh? Wow, zagen jullie dat? Ik had een vies harde lag net. Oké, we hebben nog 50 seconden. En toch iemand die mij volgt. Ja, sorry man, ik moet je vermoorden, want ik vertrouw je voor geen meter. Ik vraag, ga mij niet volgen, dus ga je mij volgen. Ja, ik vind dat iets te risky als ik eerlijk ben. Betekent dat zodra jij... De bed... Oh, nee, die is voor mij. Nee, blijf af! Ja, dat bedoel ik dus. Oh god. Goed, wat we gaan doen, is we maken een zwaardje. We hebben nog 20 seconden. We maken... Oh. We maken ook een pickaxe. Nog invincibility. Invincible nog heel even. Oh, snel. Oké. Sorry man. Het spijt me zeer, maar... Ja, oké. That's how we roll. Het moest even. Het moest echt. Het spijt me. Want ik vertrouwde hiervoor geen ene... Centitoeter. Oké, maar nou ben ik dus... Alleen. Dat is goed. Het eerste wat ik moet hebben is eten. Eten vind je niet hier volgens mij. Oh, daar staan ook mensen. Dat is wel heel dichtbij. Dat is echt heel dichtbij. Dat is letterlijk heel creepy dichtbij. Moet ik een keuze maken? Ga ik met ze samenwerken of niet? Nee, natuurlijk mag je gratis VIP. Oké, hallo jongens. Hi. Hallo. Let's go downstairs. Ik
Go downstairs naar beneden. Want wij willen alles van steen maken. En tadatte. Huh? Ja, ik wou dat zeggen. Bloklek. Oké, wat wij moeten hebben is een beetje steen. Uh-oh. Uh-oh. Ga, nee, ga weg. Precies. Goed zo. Een klein beetje steen hebben, zodat we een oventje kunnen maken. En stenen tools. En vervolgens moeten we maar eens even gaan kijken hoe het er hier allemaal uitziet. Ik heb een speed buff als het nacht is, want ik heb de ninja gekozen. Die vind ik zelf altijd wel heel erg chill. Hey, cool. Goed zo. Zo. Oh! Dat is minder. Oké. Okay. Ga nog een stukje lager. Ik denk niet dat ik snel iron vind. Ik had dat in de vorige aflevering. Of vorige keer dat ik het speelde. Dat was niet eens een aflevering. Toen had ik het wel. Trouwens zijn er maar. Oh, er zijn al een aantal mensen gewoon gone. Oké, okay, jongens. What the fuck? Lol. Oké. Okay. Wat we hebben is, we hebben genoeg voor stenen tools. Dat is mooi. Dan gaan we een stenen zwaard maken, want dat is beter. En we gaan 2 stenen pickaxen maken. Zo. Oké, okay. Mooi. Dat is geregeld. Wat hebben we dan nog meer nodig? Even eten zoeken. Oh! Aanval! Ik vertrouw ze niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan wegrennen voor ze, maar dan heb ik echt... Oké, okay, 1 iemand gaat mij slaan. Dit groepje. Onthouden namen. Haha, oké okay dan. Nou, we gaan, wat gaan we doen, jongens? We gaan iron zoeken. Nee, ik heb geen food. Nee. Food is op. Oké, okay, jongens, daar gaan we. Dit is niet... Ik weet niet. Ik hoop dat hieronder iets zit. De helft van de game team met jou. Ja, en de andere helft wil me waarschijnlijk dood hebben. Dus dat maakt helemaal niet uit. Het is helemaal niet... per se negatief. Zit hier wat? Is dit een grot? Ja, dat is een grot. Oké, okay, awesome. Hebben we even de fakkeltjes erbij. Oh. We hebben ijzer, jongens. Nee, ga... Dude. Ga weg. Heb ik ze? Nee. Oké. Okay. Even uitleggen dat ze niet constant in de weg moeten staan. Dat is super vervelend. Zit hier nog meer? Even kijken. Nog meer iron? Nee. Oké. Okay. Nou, dan hebben we totaal, ja, eigenlijk 4, maar iemand anders heeft die andere iron gekozen. Wat kunnen we doen? We kunnen een oventje maken op zich. Die hebben we straks waarschijnlijk nodig, maar nu nog niet. Oh, ja, daar is kool. Hartstikke goed. Jongen, dude. Oh. Oh, verkeerd, zo. Hoppakee. Lastig. Ja. Ik wou het zeggen, mensen halen gewoon die iron eruit. What the fuck? What the fuck? Dikke oorlog hier. Oké. Good job. Ik weet niet waarom je het deed, maar ik vind het mooi. Oké, okay. Wat we gaan doen, is die gozer.
Protect us! Oké, hij snapt hem volgens mij. Deze nemen we mee. Oké, let's move. We moeten meer iron vinden. Oh ja, oh nee, wacht. Even één dingetje gauw koken. Zo, deze moet erin. Help elkaar. Ja, dat is niet genoeg. En waar is onze protector? Daar. Oké, super. Hop. Oké, let go. Deze eten we even op. Let go. Oké, oh, dat hout hebben, dat is altijd fijn. Komen hier nog jongens? Ja, mooi zo. Zit daar iemand? Nee, dat was niet iemand. Oh, jungle! Oké, onder de jungle heb je altijd heel veel iron. Oké, dus daar moeten we echt even naartoe zo. Daar. Jongens. Jongens! Kom op, we gaan naar de jungle. Kom. Iemand heeft al full iron? Holy shit. Ik kan het zeggen, je kan toch voor mij dik makkelijk X-ray gebruiken bij deze game. Dat is lame, als je dan wint. Nu al full iron. Wauw. Kop team. Oh! Lek! Nee! Ik kan... Nee, bij mij... Ja, oké. Duurt even, maar dan heb je ook wat minder lek. Zo, dat wordt een langer potje dan ik dacht, zeg. Oké, dit is tamelijk risky dat we dit gaan doen, maar we doen het wel. Jesus, ik kan... Oh, ik heb in één keer... Ik heb helemaal geen... Dit helemaal niet nodig, joh. Ik zie alles. God damn it, motherfucker. Wat is dit met die... Die verschrikkelijke lag. Echt niet cool. Ah, Jesus. Ja. Nou, dieren is ermee gekapt, zo te zien. Lek, lek, lek. Ja. Up. Up, up. Oh. Oh god. Dit is niet cool. Zo kan ik toch niet spelen? Huh? Oh, wacht. Ik zie daaronder zieke tunnel. Waar is mijn team? Nee. Mijn team heeft me verlaten. Of ik ben gewoon te snel weggerend. Eén van de twee. Hé. Hey. Oh, dat zijn ze. Oké, gelukkig. Wow, daaronder zit fucking veel. Ja, hier jongens. Hier. Yo, bait, hebbers. Hier zit altijd veel iron, jongen, onder de jungle. Yo. Got it, chief. Heb het niet. Ik heb geen food. Sorry. No foodos. Maar hier onder de... onder in de jungle moet toch volgens mij echt wat te vinden zijn. Huh? Dat zag er raar uit. Wat is dit dan? Ja, precies. Zo'n ding als dit. Juist. Juist. Hier dus. Oké. Dit zijn de plekken waar iron zit. Huh? Er spawnt zomaar een goldblok. What the fuck? Oké, we moeten naar beneden. Oh. Dit is een mooie tactiek, ik weet het zeker. Dit is een mooie tijd om even pauze te houden. Om wat? Om even pauze te houden. Nee, dat kan niet. Ik ben midden in een game. Dat wil niet. Ik kom er zo aan. Dit is de plek waar alle iron zit. Ja, zie je wel? Ik wist het. Sorry, eten. Ik moet even wachten. Kijk, hier. Hoppakee. Dit komt goed, Mr. Killer. Dit is waarom ik eigenlijk niet met een hele groep wil teamen, maar met één persoon.
Oké, okay, ga je verder onderzoeken. Dit komt goed, dit komt... Oh, dit komt goed. Oh, kak. Ik heb nu 12 iron, dat is niet super veel. Ik moet er meer hebben. Niet te veel springen, dat is super zonde. Ho. Oh. Ik zie geen iron meer. Damn it. Waar zit de iron? Hier zit de iron. Waar zit de iron dan? Ja, hier. Dat zeg ik toch. Dit is een beetje jammer. Maar wat we in ieder geval kunnen doen, is even dit maken. Oké, okay, let's go. We gaan... Wat we gaan doen, we gaan die gozer proberen te laten winnen. Want er kan, oh, er kan maar één winnen van ons tweeën. En, oh, lekker. Goed zo. Goed gedaan, knul. Oké, okay, hij snapt hem. Mooi zo. Ik ga eten voor hem zoeken. Kijk, op een gegeven moment... Zag ik daar nou iemand? Nee. Op een gegeven moment kun je namelijk niet constant alles zelf winnen. En dan moet je gewoon zeggen... Nee, ik ga teamen en dan wint iemand anders. Dat is ook een optie. Nee, dat is echt kut. Hier kan ik allemaal niet heen. Ik moet daarheen. Oh god. Oh, nee. Dit is echt niet verstandig wat ik doe. Dirt. Met dirt komen we wel ongeveer omhoog. The feast will begin. Gaan we daarheen? Ik weet niet, moeten we naar een feast toe? Ja, eigenlijk wel, toch? Dit zijn wel precies de grotjes die ik zocht dan. Oh, niet rennen. Please, laat hier nog meer zitten. Iron. Iron. Kom op. Ja, nee. Oh. En die arme knul zit zometeen te wachten op eten. Ik heb echt helemaal niks. Hoe ga ik hem dat ooit vertellen? Zeg van... Oh, wacht, een schaap. Nee, dat is geen eten. Maar toch maak hem dood. Ga dood. Stom schaap. Hier is ook niks. Ik moet varkens of zo vinden. Maar waar vind je 's nachts varkens dan? Oké, okay, mijn PC zat een beetje vol. Hij zegt je moet mushroom stew maken. Is dat zo? Maar, ander vraagje. Waar zijn de mobs? Ja, ik kan niks vinden. Ik kom weer terug. Laten we de feest gaan proberen. Oké, en jij zat hier. Oké, gozer. Kom maar. Turnix Music? Oké. Okay. Ik weet niet wat dat is, maar let's go. Oké, okay, knul. We kunnen dit. Hurry. Oh, wat? Ah, nee, ik heb echt helemaal niks te eten, man. Oh, dat is echt zo zuur dit.
Oké. Dumpen even gauw wat spullen die we niet nodig hebben. Een aantal dingetjes waarschijnlijk. Zo. Het is allemaal spul wat we... Want ik wil straks flink kunnen looten. Dit is trouwens wel heel gevaarlijk om te doen, maar we doen het even. Zo, en die mag weg. Oké, dit is in principe akkoord zo. Oké, let's go to the feast. Dat is die kant op. Dum, 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 dum. Maar ik heb hem niet vermoord. Ik vond het te zielig gewoon. Ik kon het niet. Nee, ik kon het niet over mijn hart krijgen. Oké, nog 25 seconden, dames en heren. Ga ik goed? Ongeveer die kant op, ja. Word ik achtervolgd? Nee, totaal niet. Oké. Ja, de feest begint. 63, wacht even, ben ik daar bijna? Oh nee, nog lang niet, joh. Oh, dat klonk echt creepy. Wat gebeurde daar? Was dat de feest? Kop, stom ding. Lopen. Dit is mijn speedbuff trouwens. Die heb ik... Dat is voor mij wel legit. Oké. En dan gaan we hier omhoog. Het moet daar boven toch ergens zijn dan, lijkt mij. Nou, er zitten toch al lang mensen, joh. En die gaan het dan opblazen waarschijnlijk. Tenminste, zou ik wel doen. Scumbag. Als ik ben. Zo gaan we goed. Altijd even achter je kijken. Nee, zit niks. Oké, we zijn bijna bij de feest, denk ik. Is dat hem? Is dat een rare torentje? Hoe ver? Ja, daar is de feest. Oh, er is nog niemand. No fucking way. Is er nog niemand? Oké, dan gaan we rennen. Kut, waarom moet dat in het water staan? Nee. Dat is niet tof. Hi, ik ga nou dood. Hij wil me slaan of niet? Yep. Hij wil me slaan. Hè? Rennen. Rennen, dames en heren, voor je zakgeld. Mr. Music wil een ban. Ik bedoel, hij wil graag... Komt hij nog achter mij aan? Yep. Uiteraard. Uiteraard komt hij nog achter hem aan. Oh, Jezus, tyfus! Dat was een flinke klap. Hoe deed hij dat? Is hij ook een ninja? Oh, wat als iemand ook een ninja is? Dan is hij net zo snel. Oh god, en mijn honger die gaat er zo meteen aan. Nee, ik ben dood. Meh. Eerder er een dus. Oké, cool. Leuke game. We gaan terug naar de lobby. Ik ga eerst eten, heb ik begrepen. En dan zie ik jullie zo meteen terug. Dus tot zo. Nou, dat was leuk. We hebben survival games gedaan. Voor mij was ik derde geworden. Totdat een of andere gozer met OP gear mij helemaal de tyfus insloeg. En dat hoort er een beetje bij. Ik had er gewoon eerder heen moeten gaan. Maar ik zat op mijn mattie te wachten. En ja, toen ik er aankwam, toen was dat ding er dus al. En dat is gewoon, ja, niet handig. Beter ga je daar gewoon dus heen met een ijzeren zwaard. En sla je iedereen die er in de buurt komt dood. Zoiets. Maar dan moet je ook weer iemand hebben die... Nou, ik weet niet. Dat is survival games. Super lachen, super spannend. Maar heel korte potjes meestal. Omdat je meestal... Na 5 minuten al doodgemapt wordt. Vandaag, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan weer even kijken hoe het met mijn skybox staat. Ik hoop dat het... Oh fuck, dit is de verkeerde skybox. Dit is de skybox van waar ik op Reve's kanaal zit. Die moeten we niet hebben. Moeten we de hardcore hebben. Ja, hier zitten ook een paar mensen op. Super gezellig. Bomen zijn niet gegroeid. Maar niet getreurd. Wij kunnen gewoon verder met... Even kijken hoor. Gewoon verder met een klein beetje wat meer kobbel hakken. Zo, hoppakee. De eerste dingen wat je eigenlijk wil gaan doen hier, is zorgen dat je iets van eten hebt. En even de chat in de gaten houden. What the fuck zit snel maar weer te zeggen? Dat is mijn grap, homo. Oké, bam, Justin. Oh, bam. Mike.
van Diamond. Carry on. Oké. Dat doen we met mensen die stoer zijn in de chat. Zo. Oh ja, maar sorry, ik was even helemaal van me apropos. Ja, de hele truc van Skyblock is zorgen dat je redelijk wat koppel hebt. Want dat kun je dus omzetten naar van alles en nog wat. En ik moet gewoon een aantal dingen planten. Ik wil een huisje, ik wil wat food hebben. Cobblestone Generator, dat is het allerbelangrijkste in Skyblock. Maar daarna is het volgens mij... Moet ik even... Hé, hey, wat liggen jullie daar nou? Ik wou net zeggen. Daarna wil je toch wel een monster spawner gaan maken. Hoe doe je dat? Nou, of je maakt een heel groot vlak waar ze allemaal op spannen. Super gevaarlijk. Je kan ook een hoge toren maken. En dat zal ik ook binnenkort even gaan doen. Met een bodempje. Of je laat ze doodvallen. Dat is gewoon puur voor XP en voor wat spul. Maar als je ook iron wil, dan moet je ze zelf doodslaan. En dat kan ook dus. Zwaar. En hop. En hop. Hoeveel heb ik? 42. Dat is wel redelijk wat. Oké, super. Nou, als jullie nou even gaan doorgroeien. Dat zou ik super chill vinden. Dan... Zo. Dat ziet er mooi uit. Ga ik even, denk ik, mijn cobblestone generator omzetten naar een stenen generator. Waarom? Nou, waarom niet? Kijk dan, het is toch veel mooier. En veiliger. Want dat zand, dat kun je natuurlijk een keer per ongeluk weg... Of dat dirt kun je een keer per ongeluk weghalen en dit niet. Hop. Oké dan. Nou hebben we eentje van steen. Ik ben er heel erg trots op. Kunnen we verder hakken? Zo. Nee! Kut! Zooi. Oh! Volgens mij, ik hoop dat dit hier ook wil. Dat wil dus, oké. Oh, dat was echt even schrikken, zeg. Hoppakee. Zo, de knetter. Oké, gelukkig kun je met een bucket kun je obsidian oppakken. Ja, nou doet hij het weer. Zo. Dat was even een schrikmomentje. Hé. Hey. Waarom doet hij het niet? Kom hier met mijn kobbel. Dank u. Next step, ja, is toch wel... Ik maak wel een speciale tree farm daarvoor. Een happy tree farm. Oh jee, waarom is het zo... Waarom kan ik daar niet bij? Oh. Zo. Jongens, waar... Oh, daar is hij. Zo. Zo gaan we hem maken. We gaan er eentje lager doen. Dus alles is mooi hetzelfde. Alles is synchroon. Zo. Hoe groot moet de boom hebben? 5. Zo, hè? Ja, zoiets. Hop. 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 Deze gaan we gewoon doormaken. Ik maak niet uit hoe groot het is. Zijn we er nog? Nee, we zijn er nog niet. We hebben nog een stukje. Zo. En hop. En... Oh, nog één. Dat is hem. Ik voelde het. Zo. Hoppakee. Goed zo. En de kobbel is alweer op. Dat gaat echt zo snel. Jesus. En dit gaat... Als jij nou zo snel ging als dat mijn kobbel op is. Dat zou echt super chill zijn. ja, plan is dus meer kobbel te maken. Even een boomfarmpje maken. Ja, en dan is het alleen nog maar kobbel hakken. En een mop-spanner gaan maken eigenlijk. Zodat je ook bones hebt. Zodat je dingen sneller kan laten groeien. En noem maar op. Daarom zeggen sommige mensen van je eigenlijk... Veel meer hout heb je niet nodig. Nou, ik ben van mening van wel, want ik kan hier nog maar een paar pickaxes van maken. Een stuk of 5 of zo. Of 8. Dus ik wil wel voor de zekerheid wil ik iets meer bomen hebben, uiteindelijk. Maar dit schiet niet op. Dit gaat zo traag. Kom op. Ja, hoppakee. Oh. Goed zo. Nou ja, dit gaan we de andere keer lekker mee verder. Dan gaan we dit vullen, daar gaan we dan dirt op leggen. Trouwens, het zou super chill zijn als jij gras even hierop gaat zitten. Maar ik heb hier altijd nog mijn reservegras, mocht het nog nodig zijn. Mocht het gras op zijn, heb ik het hier. Hoppakee.
Nou, dat was dan mijn Skyblock-update voor vandaag weer even. Iets wat mij wel leuk lijkt, hè. En ik weet niet of het verstandig is om te doen, maar we gaan het toch gewoon doen. Game Mode Creative, Kingdom Vanish. We gaan eens even kijken wat er allemaal aan de hand is. Hoi, waar hoor ik bij? Ik hoor bij Adamantium vandaag. Oké, dat is heel mooi. Hé, waarom zie ik anderen? Oh, dat is Straight. Oké. Hoi. Dus dit is Adamantium. Oké, naar wie gaan we TP'en? We gaan TP'en naar... TP'en Mark. Mark in the dark. Mark, je staat nogal in the dark, vriend. Jij bent... Wat ben je aan het doen? Oh, bomen hakken. Ik zie het al. Oké, maar dat is voor de rest niet zo interessant. We gaan even bij Malzahn kijken. Kijken wat... Wat is hij aan het doen? Oh, Jezus. Hij is aan het vissen. is dit zijn eigen huis? Nou, het zou wel eens kunnen hoor. Jezus, die gozer maakt iets huge. Misschien dan dat we dan gaan kijken naar TP Jos. Wat heeft Jos? Jos staat in het bos. Is dit een onderrondje van Malzahn en Eredom, dames en heren? Oké, dan wil ik ze eigenlijk een beetje bang maken. Het is heel flauw dat ik het doe, maar ik doe het wel. Zien ze dat of zo? Een wand? Wat? Fuck, zien ze mij? Oh, dat zagen ze. Oh. Fuck, voor mij is mijn... Is mijn hele idee weg. Toch ga ik het doen. Ik moet lightning hebben. Fire comet? Nee. Nee, bijna. Kai arrow. Ik vind het mooi. We gaan eens even kijken. Waar zijn ze eigenlijk? Dat ziet er zo uitgestrekt uit. Oh. Hallo. Dikke monster spawner. Zal ik hier gewoon een monster spawner neerzetten? Kijken wat er gebeurt. Wat? Ik bedoel maar. Hij zit helemaal niks in, joh. Oké, we gaan naar Jos. Jos V. En we hebben een lightning arrow. Waar zitten jullie nou, jongens? Zijn jullie helemaal gepeerd? Goddammit, ik ben ze kwijt. Oké, dan gaan we naar iemand anders. Ik wil eigenlijk, wat ik zoek, is een mooi groot gebouw. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Hivar. Hivar heeft, zo te zien, een havenstadje gemaakt. Nee, dit is gewoon een stad volledig in het water of zo. What the fuck? Waarom zou je dit maken? Hè? Is het echt volledig in het water? Oh nee, hier is het vasteland al. Ik denk al. Even kijken. TP Tarik. Zit er dan niemand? Wow. Ja, dat is ook waar. De nieuwe Kingdom Seed, die heeft echt... Ja, dit soort dingen. Die hebben gigantisch grote grotten. Dit hebben ze niet allemaal zelf uitgehakt. Dit is letterlijk, zo ziet het eruit. Wel vet. Maar ik zoek nog steeds iemand bij een spawn. Misschien hier. Hallo, ik doe even de deur open als je het niet erg vindt. Dit is ook geen spawn. Het ziet er wel weer vet uit en zo, maar het is geen spawn. TP R. Filippo. Juist, dit ziet eruit als een hoofdstad. Jezus, jongens. Is dit een Malzahn hoofdstad? Ja, zo te zien wel. Jesus Christ, hoe kan ik hier ooit een overzicht over krijgen? Het ziet er zo vet uit. Moet je kijken. Allemaal rood en obsidian. Wow. Jezus, jongens. Wauw. Oké, iemand heeft redstone te veel volgens mij. Laat eens even kijken hoe groot dit nou echt is. Hier hebben we dan een muurtje zo te zien. Dus dit is zeg maar het crop blocks. Dit is dan zeg maar het niet de echte spawn die beschermd moet worden. Is dit nou een... Ja joh, ze hebben gewoon een riool. Gadverdamme jullie vieze malzanen. Oké, ik ga ze bang maken, ja? Waar zaten ze? Ergens hier. Waar was het? Ja, daar. Oké.
Dan eens even mensen bang maken. Eens even kijken wat er gebeurt. Ready? Oké, 3. 2. Ik ga hier zo achter staan zo. Oh, kut! Nee. Hek het, doe ik het weer. Nee, die is veel te sterk. Oké, dan doe ik de lightning arrow wel. Oké, ready? Oké, even kijken wat ze daarvan vinden. Iemand iets gezien? Ze gaan gewoon doorvissen. Auw, wat dacht je daarvan? Ja, precies. Ga jij nou maar eens wat in de roleplay chat. Ze hebben dus verschillende chats. Ze hebben trade, ze hebben gewone. En ze zien mij als goed is niet. Nee, ze zien mij niet. Gewoon van alle kanten een beetje wat. Dan weten ze niet waar het vandaan komt. Ik vind het wel mooi. Fuck Malzahn. Ja, ga maar rennen, jongens. Ga maar rennen. Te waar. Ja, ga mij maar slaan. Lijkt me een goed plan. Oké. Okay. Nou, is Malzahn in opperste staat van dinges. Gooi we daar nog even eentje heen. Zo, hoppakee. Oké, die zijn scheidsbenauwd, als het goed is. Ah, dit is Kingdom. Ik kan het dus helaas niet spelen als mezelf, als dus David. Want of ik word gefocust, of iedereen durpt achter me aan. Ja, zonder reden eigenlijk. Wat is dit dan? Gijsbroek lust een koek. Rutger houdt van levenworst. Meer kaas. Stijn Joris heeft swag. Sterretje is de baas. Air Fusion. Fucking bazen. Simpele Dark Jurien. Coole Super Blaze. Kenny Kuipers. Vet coole aapje. 130. Ik heb swag. Dit hebben gewoon voor mij... Wat staat hier? Dit is... YOLO Kurkan. Coole mensenmuur. Dat maakt Malzahn cool. Oké, nou je hoort het. Ik denk dat het tijd is dat ik daar zelf ook even wat neerzet dan. Ik denk dat ik dat... Hier. Nee, dat is geen plek. Is er nog plek? Ergens? Hallo? Plek? Hier. Dus David is David. Dus daarom... Hoi. Oh! Bordje staat er, dames en heren. Wat hebben ze er nog meer hier? Jezus, dit Malzahn. Project 1. Project 1. En dan? Oh, zo! Dan kun je... Ah, ja, precies. Ik snap hem. Waar gaat dat heen dan? En dit, wat is dit? Oh, je kan hier allemaal spullen doneren. Oké dan. Nou, dan ga ik ook wat doneren. Ik doe wol. Gele wol. Want ik weet dat ze rood zijn. Eigenlijk, Malzahn. Oh nee, ze zijn geel toch? Dus dat moet kunnen. Oké, we gaan Oh, dat wil niet. Snap. Oké, wat heb ik in mijn inventory? Dat heb ik allemaal niet nodig. Clear. En dan doen we... give dus David... Yellow wool... 3000. Dat werkt niet. Dat werkt totaal niet. Oké, dan doen we het zo. Maakt niet uit. Gaan we even Malzahn een beetje spekken. Waarom? Ja, weet je, het is zeg maar net als je simpele broertje. Die moet je gewoon af en toe een beetje helpen, want anders komt het niet goed. Oké, dit is voor de... Voor Malzahn. Hier, gele wol. Wat zullen we ze nog meer geven? We zullen ze... ik denk... Ze hebben ook wel een stack glowstone nodig. Denk ik. Toch? Ja. En een stack quartzblok. Dat hebben ze ook nog nodig. En een stack endstone. Dat hebben ze natuurlijk ook niet. En voor de rest krijgen ze van mij... een heleboel veren in hun kont. Zo. Moet jij eens opletten. Veren. Hoppakee. Hop, 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 hop. Pok, pok, pok. Zo. Gefeliciteerd. Van wie is het? Sub Rosa Guy locks nodig. Oh ja. En nou zal ik dit nog even kijken. Kan ik mijn fly speed omhoog doen? Nee, dat wil niet. Shit. Wat is dit? Medewerkers. Ik wil er ook bij. God damn it. Ik ben geen medewerker meer. Opslag.
Oh joh. Doe maar lijp. Maar waar gaat dit nou heen? Dat weet ik nog steeds niet. Is het zo'n tyfus eind? Oh, dit vind ik trouwens vet, hè? Hier hou ik van. In plaats van dat mensen gewoon zo'n lelijke tunnel maken. Wat hebben ze gedaan? Zoals je ziet. Het ziet er echt... Kijk, ook die grond, zeg maar. Dit is... Hier hou ik van, hè? Ze hebben er gewoon echt een mooie tunnel van gemaakt. Gaat het nog ergens naartoe of wat? Anders blijf ik hier maar de hele tijd te vliegen en te doen. Kijk, dit is sfeer. Alleen de rechterkant moet nog even af, zie ik. Maar er is iemand heel druk mee bezig. En dat is zo mooi van... Mijn god, dit duurt lang. Mensen zitten in de roleplay chat. Wat zeggen ze? Komt u maar naar ons. Zwijgen! Wij kunnen jullie boeren met een slag doden. Ik zat al even op jullie stand. Met een soldaat. Maar het stonk te erg. De King RP, kom hier naartoe. En ik zal u het zwaard en uw lichaam steken. Haha. Mensen, echt. Dat is het leuke van Kingdom. Het is geen faction server. Dat denken mensen vaak van, oh, oorlog. Slaan. Dood. Nee, het is echt heel erg veel roleplay. En dat maakt het leuk. Jezus, dit gaat voor mij echt helemaal nergens naartoe. Oh. Gras. Sorry dat ik een tunnel heb geboord, maar ik wil even kijken waar ik uitkwam. Oh joh. Hier komt er... Mensen, kinderen, wat kunnen die mensen bouwen toch joh? Hier komt een heel... Wat staat er? Beeld bij MMM Mike. Goed gedaan Mike. Wat is dit voor iets? Sneeuw. Kijk. Die gasten jongen, die bouwen echt. Hier, dit is een of andere heilige tempel of zo. God damn it. Ik vind het leuk. Ik ga weer terug naar de lobby. En ja, wat zal ik doen? Zal ik nog even een cc laten zien? Nee, dat doe ik in de volgende aflevering denk ik even. Ja, wederom. Dus even van alles en nog wat in een video. Je hebt Skyblock gezien. Je hebt Kingdom 2 gezien. En natuurlijk een potje survival games. Waar ik best slecht was. Volgende keer ga ik waarschijnlijk weer andere dingen doen. Misschien weer een keer Castle Event. Misschien een keer heel wat anders. Ik weet het nog niet. Misschien een keer een snapshotje bespreken. Ondertussen, als ik terug ben van mijn vakantie, wat ik dus het weekend ga doen naar Disney, dan ga ik weer hard aan de slag met CC. Maar tot die tijd zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en abonneer even op DDG. Check ook de eerste Minecraft dag, dat deed ik voor mij. Castle Defend en ook Skyblock. En ik zie jullie de volgende keer weer. Toedeledokie.